heren, welkom bij deze nieuwe wedstrijd in de Eredivisie. En dit wordt me er eentje hoor, dit wordt me er eentje. PEC Zwolle, die gaat het opnemen tegen Heracles Almelo. Het is een clash in Overijssel. En Stefan Velling gaat hier te smaak te pakken. Brian Hessing heeft de punten nodig in de strijd om plek 2. Geniet van PEC Zwolle tegen Heracles. Sportief begin van deze spelen clash. Allebei voor James, hè? Ja. Ik win voor James. Deze clash, deze Overijsselse clash. Zwolle tegen Almelo, PEC tegen Heracles. En dus ook Stefan Velling gaat tegen Brian Hessing. Twee spelers die de vorige speelronde eigenlijk allebei mede door PEC, laat ik het zo zeggen, hun wedstrijd verloren. Stefan deed dat tegen Groningen, tegen Absalom Barkor. En Brian Hessing deed het op nog veel ongelofelijkere wijze, kan ik het zo zeggen. Het was in elk geval echt ongekend hoeveel kansen Brian miste tegen AZ. AZ won, het verhaal is bekend. Daardoor de titel in elk geval in Amsterdam. Maar waar Brian nu alles aan gelegen is, is om die felbegeerde tweede plek te pakken. Want ook dat is een belangrijke positie. Kwalificatie voor grote toernooien kan daarmee worden afgedwongen en bovendien wil je gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Voor aanvang van deze speelronde heeft Brian nog 2 punten voorsprong op Feyenoord, op Quinten van den Bost. Die gaat hij nog treffen in de allerlaatste speelronde van de Eredivisie. En hij heeft ook nog 3 punten voorsprong, als ik me niet vergis, op Danny Hazebroek. Maar Danny verliest deze speelronde, mag ik dat al zeggen? Ja, dat mag ik best wel zeggen, want het is op dit moment al bekend. Danny verliest van NEC. Dus dat gat blijft sowieso intact. Brian's ogen zullen vooral gefixeerd zijn op Quinten van der Most, op Feyenoord. Die twee clubs strijden het hardst om plek 2 in de Eredivisie. De runner-up. Het balbezit is nu voor PEC Zwolle. PEC dat dus wordt vertegenwoordigd door Stefan Vellinga, die een wisselvallig seizoen meemaakt. Natuurlijk, de verwachtingen waren er niet. Er waren geen hooggespannen verwachtingen van de club. Het is geen oude rot in het vak. Het is geen meervoudig kampioen of wat dan ook. Komt nog, hè? Dat komt nog. Volgens mij ben ik er. Het is een aanstormend talent. Hoe dan ook. Stefan is wel een van de blikvangers in deze E-divisie. Een graag geziene speler. Een van de clowns, als ik het op die manier mag zeggen. Zonder daar ook maar iets lelijks mee te bedoelen. Maar Stefan en ook Frank van... Oh, wat is dit voor schot even midden in mijn zin. Wil je dat niet meer doen? Staat op zijn kop, joh. Wat een kans. Was het Aubameyang? Ja, natuurlijk. Want PEC speelt met de 3 bekende namen van Borussia Dortmund voorin. Royce, Aubameyang en die in-form versie van Ousmane Dembele. Maar hier is het Heracles voor de eerste keer. Ronaldo zoekt Bill. Vindt de defensie van PEC op zijn weg. Maar het uitruimen is niet zo lekker. En dus is hier Ronaldo met 1-0. Nee, schot naast. Het zal toch niet weer, dat zal misschien heel even door het hoofd van Brian spoken. Hij zal maar wat graag gewoon zo snel mogelijk dat doelpunt willen maken. Want we hebben het al vaker gezien in deze Eredivisie. Dat er ploegen zijn die zo verschrikkelijk veel creëren, maar toch maar niet die voorsprong weten te grijpen. Dan lijkt het spel soms tegen je te gaan werken. Mentaal werkt het door. Brian wil zo snel mogelijk op 1-0 komen, dat is logisch. Hier PEC toch wel weer in de aanval. Thiago zoekt Royce, goed verdedigd door Heracles. En zo kan de ploeg uit Almelo, die zo goed wordt vertegenwoordigd door Brian, weer in de aanval. 16 minuten gespeeld. Gareth Bale, bal bleef binnen. Bale, strakke paas, goede paas. Mané speelt Ronaldo in. Ronaldo met de bewegingen, prachtige aanval is dit. Neymar, Ronaldo in de kleine ruimte, maar PEC houdt zijn doel nog schoon. Met wat kunst en vliegwerk misschien, maar dit is ook goed. Royce aan de andere kant. Boateng is erbij, dat zijn landgenoten. Dit is ook een prima aanval tot nu toe. Goed doorgetikt. Ook die paas komt aan. Vidal. Alaba. Royce weer. Ja, dit is gewoon prima voetbal wat Stefan Vellinga hier laat zien. Aubameyang met links. En ook hier met de nodige capriolebal toch weggewerkt uit de doelmond. Ah, PEC bijt van zich af hoor. Het is geen wedstrijd die nu al gespeeld is, nu al in de tas is. Er moet voor worden gewerkt. Dat is het signaal dat Stefan Vellinga in elk geval afgeeft. Want natuurlijk is Brian de favoriet in deze wedstrijd.
De nummer 2, de trotse nummer 2 van deze E-divisie. Een naam die natuurlijk bij velen op het lijstje stond als een van de favorieten. En dat maakt hij waar. Hier is Dembele namens PEC. Aubameyang, Royce. Dit is toch weer een schitterende aanval als het geen buitenspel is. En dat is het niet. Had het 1-0 moeten zijn. Op nou eens. Redding van David De Gea. Maar Stefan Vellinga had hier toch eigenlijk op 1-0 moeten komen. Schitterende aanval. Weer over de linkerkant. Marco Royce bedient Aubameyang. Razendsnel de spits uit Gabon. Maar het schot dus gekeerd. Hier is Keita. Middenvelder van Red Bull Leipzig. Aubameyang weer. Goed verdedigd. Beide spelers. Overigens veel spelers uit de Bundesliga. Stefan Vellinga's team is eigenlijk volledig Bundesliga op een stukje van zijn verdediging en zijn doelman na. Van zijn doelman, nee, dat zeg ik niet goed. Dan heb ik het nu over Heracles. Maar al met al, denk ik, zo'n 14 spelers uit de Bundesliga hier op het veld actief. Dit is Sadio Mané, Premier League natuurlijk. Wint Ronaldo dan nu dan 1-0. Oh, wat is dat voor tackle van Socratis. Jongen. Goeie aanval weer van Brian. Leek daar 1-1 te komen met Ronaldo, maar prima verdedigd. En PEC dus gewoon nog in de wedstrijd. Ronaldo gaat hij weer. Krijgt hem weer voor zijn linker. En Boateng gooit dat lichaam erin. Bij beide heren in de basisopstelling natuurlijk. Boateng misschien wel de beste speler van het spel. Beste verdediger moet ik zeggen. Beste verdediger. Om die eer strijdt hij met eigenlijk alleen Sergio Ramos, denk ik. Smalling is weliswaar maar 84, maar ook heel goed. Op de Xbox heb je wat Legends die ook heel erg sterk zijn. Maar van de reguliere spelers is Boateng zo snel, zo sterk, zo breed, zo groot. Zo fijn. Zo fijn. Hij is, zo lekker. Goed, dit wordt heel fout. Stefan, bemoei je er even niet mee. Hou jij even bij het spelen, joh. We zijn 39 minuten onderweg en het staat gewoon nog 0-0. Het is een spannend duel. En nu 3-2. Verkeerde keuze. Bas had misschien naar Dembele moeten gaan. Maar wie moet dat zeggen als de bal gewoon aankomt op Aubameyang? Hij hem weer voor zijn linker krijgt. Het is eigenlijk een bijna identieke situatie. Het schot is ook, net als bij de vorige situatie, te slap. Misschien moet je hem wat langer inhouden, Stefan. Dankjewel. Ga proberen. Dat is het enige advies dat ik ga geven. Nee, daar blijf ik erbij. Dit wordt 1-0. Ronaldo Pau! Yes. Is het dan weer zo'n wedstrijd? Zaak voor Brian om het hoofd koel te houden en erop te vertrouwen dat de doelpunten in deze wedstrijd gewoon gaan komen. Want het kan niet zo zijn dat er in de tweede helft weer 2-3 van zulke kansen komen en ze er niet in gaan. Dat kan bijna niet. Aubameyang, vlak voor rust. Het laatste aanval voordat de eerste helft afsluiten, denk ik. Royce, beweging weer naar binnen. Hij doet hem gewoon, de Berbatov spin. Cornertje nog. Voor PEC. PEC. Keita. Speler die denk ik door niemand anders wordt gebruikt in deze E-divisie. Maar wel door Stefan Vellinga. En hij krijgt nog een corner. Alaba neemt hem. En hier is weer die Keita. Oh, kijk eens. Beweging was door de benen. Maar zonder uiteindelijk resultaat. Spot goed. Ja, jij... Iets minder. Nou, nee. Nou ja. Maar die... je hebt ook wel kansen gehad, man. Echt een leuke wedstrijd. Nou ja, ik hoop wel dat ik hem win. Nee, ja, het is een hele leuke wedstrijd. Ik kan niet anders zeggen. Maar wederzijds respect is mooi om te zien. Maar uiteindelijk zal Brian daar weinig mee willen. Die wil gewoon die pot binnenslepen. Voor hem toch net iets meer op het spel dan voor Stefan Vellinga. Die natuurlijk, ja, die zit te genieten hier van de wedstrijd. Het is ook een mooie wedstrijd. Dat is ook zeker zo. Maar beide heren staan iets anders in dit duel. Want punten verspelen tegen PEC Zwolle, dat is niet iets waar Brian van tevoren vanuit zou gaan. Sterker nog, hij heeft de punten gewoon nodig om die tweede plek vast te houden. Quinten van der Most... Die dus nog treft, ik zei het al even eerder in deze wedstrijd. Die gaat hij nog treffen, maar het zou toch wel heel lekker zijn als hij gewoon de laatste wedstrijd van de E-divisie straks ingaat met een voorsprong op Quinten van der Most. In plaats van een ineens helemaal teruggelopen voorsprong. Die er dus niet meer is. Zo, ik kom lekker aan mijn woorden eventjes. De boodschap is duidelijk. Heracles moet gewoon. Hier met David Luiz. Squad Builder Challenge, David Luiz. IJzersterke kaart. Hier Neymar dos Santos. Bill Walker. Paas via de eigen speler uit. Ingooi dus voor PEC met Royce. Een van die drie gevaarlijke aanvallers van Borussia Dortmund.
ingooi komt niet aan, maar de bal alsnog bij Aubameyang. En dan kan Stefan Vellinga weer aan een aanval bouwen. Zo, deze paas blijft binnen, denk ik. Royce houdt hem binnen en geeft hem zelfs ineens voor. Zo, dat was nog niet zo gek bedacht. Dembele met de omhaal in de lucht. Maar Heracles verdedigt goed. En Mané is er vandoor. Mané, misschien wel de snelste speler van het spel. Ik zie hem overkringen. Shirtje trekken, vrije trap. Ah, maar je moet wel proberen zijn focus vol vast te houden. Natuurlijk, het is een leuke pot. Maar hij moet die punten wel gewoon binnenhalen. Kan hij die volle focus vinden, vasthouden en gewoon die voorsprong pakken. Neymar, David Luiz, landgenoten. Dit is een strakke bal op Bill, geweldige paas. Bill komt er langs, maar Stefan Vellinga geeft geen centimeter ruimte hoor. Hier is hij weer, Stefan, met de paas op Aubameyang. Het zijn de plaagstootjes van Peck. Telkens weer in omschakeling, voorzitter, is goed! Oh, kopbal van, het was Keita denk ik zelfs. Volgens mij was het niet Dembele, maar Keita, of heb ik het verkeerd gezien? In elk geval, een van die twee snelle Bundesliga-spelertjes met de kopbal, redding De Gea. Maar dit is een wedstrijd, het is een eigenaardig sfeertje nu om deze wedstrijd heen. Bij punten voor Peck komt hij toch een beetje uit de degradatiezone. Degraderen kan niet echt uit de Eredivisie, want als Peck gewoon in de Eredivisie blijft, zal Stefan hier volgend jaar ook gewoon namens Peck spelen. Zo lijkt er wel zeker. Dus wat dat betreft, 17e wordt er niks uit. Maar Stefan zal heel graag 14e, 15e worden. Hier is Dembele weer. Je hapt hem noemen. Bal kwijt. Kwartwedstrijd nog maar. Kwartwedstrijd. Heeft Brian nog om de 1-0 te forceren. Grote kans al gehad in de eerste helft. Bal viel nog niet goed. Aubameyang, Royce, weer die drie natuurlijk. Paas is nu niet goed. Alaba. En zo weer een nieuwe opbouw voor Heracles Almelo. Walker, wat een paas zeg. Neymar is weg. Nu de man voor de goal uitzoeken. Afwisselen, ja? Of minder man. Ja, sorry. Nee, maar niet. Verzoek om even het moment te pakken om te wisselen. Jong-min Son komt erin. Spits van Tottenham Hotspur, die het zo geweldig doet bij al zijn invalbeurten. Soms als basisplaatsen bij Spurs dit seizoen. Wie gaat het veld ruimen? Mané gaat eraf en daar lijkt het bij te blijven. Betekent ook dat Bill en Sanchez gewoon blijven staan. Iets vermoeider, maar die blijven staan. Drie wissels bij Peck. Suarez komt erin. Renato Sanchez komt erin. En nog een derde naam die ik straks ga geven, want ik zag het niet. Costa. Costa komt er ook in. Douglas Costa natuurlijk van Bayern München. 18 minuten nog. Als je nu je geld zou moeten inzetten, knap, want ik zou het niet kunnen. Hoe deze wedstrijd gaat eindigen. Je zou natuurlijk van tevoren zeggen Heracles, maar het is allemaal niet zeker hoor. En Peck had ook gewoon al een paar keer kunnen scoren. Moeten scoren eigenlijk in twee gevallen met Aubameyang. Royce. Al met al moeten we eigenlijk gewoon zeggen dat het ook gewoon een ijzersterke wedstrijd is van Peck. Weer een schot op Aubameyang. Het is echt geen slechte wedstrijd van Stefan. Ronaldo. Mané. Komt de goal dan toch nog voor Heracles. Schoon, wat een paas. Ronaldo. Net niet. Net afgetroefd. Goed verdedigd. En dan is Peck weer weg met Vidal. Elke aanval resulteert toch bijna in een moment voor de goal van Peck. Dat is ook knap. Het is niet zo dat hij veel onnodig balverlies leidt. En daar herken je vaak toch wel aan of iemand goed speelt. Maar nee, Ronaldo, nu moet hij toch vallen. Het schot of toch nog even terughalen. Oh, wat geweldig gespeeld. 1-0 Heracles. Geweldig doelpunt. Ja, de blijdschap, de vreugdekreet was het toch even. Hè? Dat begrijp ik wel. Want Peck was een heel geduchte tegenstander. En het is natuurlijk nog niet voorbij. Maar dit doelpunt was geen ABC'tje. Dit doelpunt was geen zekerheidje. Brian had zijn volste focus nodig om Stefan hier echt te passeren. Natuurlijk had hij al een paar grote kansen gehad. Maar datzelfde geldt toch gewoon voor Stefan. Mooie pot tussen Peck en Heracles. 7 minuten nog. Brian is niet iemand die veel voorsprongen weggeeft. We herinneren ons allemaal nog de wedstrijd tegen Excelsior, denk ik. Maar verder is het wel een zakelijke speler die dit meestal niet meer weg gaat geven. Maar, als gezegd, gewoon een goede wedstrijd van Stefan. En die herovert hij wel gewoon weer de bal.
En als je de bal hebt, dan kan je scoren. Costa. Bal kwijt. 86e minuut is nu voorbij. Ronaldo de diepte ingestuurd. Wordt het dan misschien zelfs nog 2-0? Dat kan natuurlijk ook. Nu in elk geval even niet. Wat kan Stefan nog? Het zou een stunt zijn. Zo. Mooie paas van Suarez. Sanchez. Ja. Vrije trap of is het buitenspel? Vrije trap ergens. Ergens overtreding op Suarez moet dat dan zijn geweest. Socrates. Boateng. Laatste minuut officiële speeltijd gaat nu in. Alaba, Sanchez, Alaba. Goeie aanval dit hoor. Costa, Suarez. Hele goede aanval. Toch nog een moment voor de goal. Stefan Velling gaat voorzet, is daar. Dat is een klik, jongen. 2 minuten blessuretijd. Hij loopt de ramp. Bijgeloof. Wat een bal, man. Thanks. Dan is Son weg. Ja, dan is deze wedstrijd voorbij. Ja, kut. Stefan heeft gestreden. Gestreden, gestreden. Dit is echt tekenend voor mijn seizoen, man. Tekenend voor zijn seizoen, ja, zelfs. Echt. Ja, ik heb vorige speelronde die wedstrijd tegen Groningen ook gezien. En toen had je ook echt niet hoeven te verliezen inderdaad. Dus nee. Dan schiet het inderdaad allemaal net niet op met de punten. Maar zo goed gespeeld. Respect van Brian, ja, respect van mij. Noten, man. Minimaal punt verdienen, misschien wel de winst. Het zweet man. Ja, klopt, kijk zeker. Ja. Logisch, logisch. Ja, Stefan, jij eerst maar even. Ja, ik baal stekker. Teken het voor jouw seizoen, ja. Ik denk een gelijkspel verdiend was geweest. Maar, Brian? Ik denk de winst voor PEC. Ja, ik denk... Maar jij hebt eerst ook grote kansen gehad. Ja, kansen waren een evenwicht, denk ik. Maar het geeft inderdaad wel aan hoe bijzonder deze pot was. 6 schoten allebei. Inderdaad, een gelijkspel, ja, was gelijkspel, zeker verdiend geweest. Ja. Goeie goal. Brian, wat heb je in je hand? Een vlogcamera. Ben je nu aan het vloggen op dit moment? Yup. Maar waarom film je onze rare cameraman dan? Dat is voor mijn vlog. Oh, een rare cameraman vlog. Oh, daar zijn wij. Hey Brian. Hey. Hoi kijkers. Vertel eens eventjes, de tweede plek. De plek voor Spanje, voor veel mensen. Ja. Wat vinden we ervan? Gaan we hem halen? Ik wil gewoon tweede worden, ja. Ik bedoel, we zijn met sponsoren bezig bij Heracles. We hebben nu 2 e-partners en we willen gewoon meer binnenhalen. En als je tweede staat, dan heb je meer kans om sponsoren aan te trekken. Dus daar gaan we voor. Roep even, wie zijn de sponsoren die je nu hebt? Vinden ze leuk? Acito en Mediamarkt. En wie wil je binnenhalen? Daar ga ik niks over zeggen nog. Of waarom niet? Mag niet. Is het een speelgoedketen? Nee. Drankmerk? Nee, hij zegt niks meer. Maar sportkleding? Nee. Energielabel? Nee, ik weet het niet. Het is wel iets van energie, hè? Nee. Is het de tuinstoelen van... Dat is wel een goeie. Dat moet er achteraan, maar het is hem helaas niet, nee. Oké, goed. Brian is dus in het voor de money, niet voor de game. Je gaat tweede worden, denk je? Ik sta 5 punten voor, maar Quinten moet nog. Dus ja, wacht af wat hij doet. Hoe lelijk was je wedstrijd tegen PEC? Ja, ik denk slechts wedstrijd van het seizoen, maar hij verdiende echt 3 punten gewoon. Ik verdien helemaal niks, ook geen punt. En, hij verdiende 3 punten? Ja, zeker, zeker. Hij verdient echt de winst. Maar gelukkig prik ik hem nog 80 minuten 1-0. Zwaar onverdiend, maar tegen AZ moest ik wel winnen en die verlies je dan. Dus ja, trek je het een beetje gelijk. Lang verhaal kort? Tweede worden. Oh, tweede worden. Oké. Okay. Ga je met spanning kijken naar de wedstrijden van Quinten? Nee, ik hoor het wel. Nee, totaal niet. Als je maar sponsoren binnenhaalt, toch? Dat is gunstig, ja. Ga ervoor. Precies.